Ja, dankjewel, lieve Linda. En ik hou ook mijn koffertje goed vast. Dat begrijp je wel met zo'n bedrag erin. Ik denk dat Winston trouwens wel een beetje jaloers is dat hij hier nu niet is. En ja, sorry Winston. Ik mag hem nu een keer uitreiken. En dan dit bedrag. Maar er zijn nog veel mensen die in de prijs vallen. Waaronder het lotnummer dat nu in beeld verschijnt. Degene die dat nummer heeft, wint een BMW en woont in Amsterdam. Gefeliciteerd. En zo zijn er nog duizenden prijzen die we vanavond weggeven. Alle postcodes komen nu onder in beeld voor mij voorbij. Althans, alle. Dat kan natuurlijk niet. Dus als u straks na de uitzending eventjes naar de site gaat, miljoenenjacht.nl, kunt u checken of uw postcode ertussen staat. Ik ga wat zachter praten, want ik sta nu bij het huis. En ik wil er ook nog even op attenderen dat u ook eventueel nog mee kan spelen in de studio. Op de site staat namelijk precies wat u moet doen. En dan staat u misschien ook wel naast Linda. En tot slot, die bingo kaart, hè? Speelt u nog niet mee? U kunt er alles over lezen op miljoenenjacht.nl. Ik moet nu echt naar binnen gaan. Ik word zelf een beetje zenuwachtig. 77.000 euro op eerste paasdag. Het zou je toch gebeuren? Ja, het licht brandt. Oh, de hele familie is er. Oh, oké. Okay. Dat is volgens mij neem ik eigenlijk de verkeerde route. Oh, hallo. Oepsie. Oh jee. Ik vind dit zelf altijd heel spannend. Leuk dit aan de deur. Paasgevoel. Een vrolijk paasuur thuis, maar ook nog. Ik hoop dat het een heerlijke dag heeft. Ik wel lekker gegeten, veel te veel natuurlijk. Oh. Hallo. Hallo. Goedenavond. Ik denk het is zo donker. Het is zo donker, nou nu niet meer. Hier verschijnt het licht met de gouden koffer. Oh, kom binnen. Maar even, ik ben op zoek naar meneer Ten Kate. Is hij thuis? Ja, u mag binnen. We mogen binnenkomen, want u bent nu ook live op tv, hè? Dat is oké. Okay. Dank u wel. Oh, wat gezellig dit. Wat leuk. Oh, wat geweldig. Kom binnen. Hallo. Zou u alsjeblieft de televisie even op stil kunnen zetten? Goedenavond. Vrolijk paas allemaal. Goedenavond. Ik ben op zoek naar meneer Ten Kate. Dag meneer. Nicolette van Dam van de Postcode Loterij. Kom Ten Kate. We hebben u gevonden. Ja, dat is mogelijk. Hoe gaat het met u? Nou, als ik dit zie, dan zeg ik, ken je, dit bestaat niet. Het bestaat niet. Ja. Mag ik alsjeblieft naast u komen zitten? Ik hoor jij ook, Koos. Wie zei dat? Dank je, mevrouw. Kom erbij, alsjeblieft. Kom erbij. Dan gaan we even zitten hier. Even kijken hoe we dat gaan doen. Je mag erbij komen natuurlijk. Nou, ik heb liever dat u naast mij. Nou, Koos, als u naast mij komt, dan kan uw vrouw ernaast. Dan geef ik aan uw vrouw de bloemen. Ah, dank je wel. Hebben jullie lekkere Pasen? Ja. Nu wel. Nu wel, hè? Wat hebben jullie gedaan vandaag? In de zon zitten. Ja, lekker genoten. Maar jullie wonen ook wel prachtig hier in Friesland, hè? We wonen aan het water, dus. Dat zijn wel bekend gezegd, hè? Ja, toch wel een beetje, hè? Heb je mij wel eens eerder gezien? Ik zit te denken. Nou, hebben we elkaar eerder gezien? We hebben elkaar ook wel live gezien, ja. Oh jee, nou daar gaan we het zo meteen over hebben. Want het gaat nu eerst over het bedrag wat in dit koffertje zit. Jullie hebben gekeken naar Linda, naar Miljoenenjacht. Ja. Het was wel een geweldige uitzending, hè? Ja, heel spannend. Maar even over het bedrag dat hierin zit. Ik ga het zo opschrijven. Heeft misschien natuurlijk al een beetje een idee, maar heeft ook een beetje... We hebben die prijs al gezien van hem. Ja, dat weet ik. Maar ik wil toch even eerst weten, wat zou u er nou mee gaan doen? Als ineens dat bedrag op uw bankrekening krijgt. Groningen zegt Natelm. Natelm! Nou, wij van de postcode-loterij weten precies wat we er... Dat komt helemaal goed terecht. Maar heeft u nog bepaalde dromen dat u zegt? Nee. Nee. Ik heb een heel leuk leven. U heeft een heel leuk leven met een mooie vrouw. En ik heb ook wel bereikt wat ik wou. Dus wat ik nog meer. Oh. Ja? Misschien samen een mooie reis maken of iets voor de kinderen. Als we dat willen, doen we dat toch wel. Ja, dat sowieso. Ja, maar nou kun je een echt een hele mooie reis gaan maken. Nee, ik maak niks ook. Nee? En hoe lang speelt u al mee met de Postcode Loterij? Heel lang. En zij heeft een keer bedankt. En toen heb ik toch weer gevraagd, dan doe het maar weer. Ja. Oh ja, jullie hebben het even stopgezet. Ja. Maar toen woonden we op een ander adres. Ja. Oké. Okay. Maar we zijn op dit adres weer opnieuw gestart. Oké, okay, nou ja, en dan nu zitten dus wij hier ineens met elkaar op de bank. Dus het is maar goed dat u heeft gezegd, ga maar weer door. Goh, echt hoor. Het zou je toch gebeuren? Ja. Dat hij op het winnende postcodegebied valt. Er zijn er al veel die dat gehad hebben natuurlijk. Absoluut. Of de buurt die niet meer meeloten, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Ja, dat gebeurt ook vaak genoeg. Ja, dan vind je dat niet lekker als je buren wel in de prijs vallen en jij zelf niet. Nee.
Het is gewoon, ja, u wil het voelen aan het koffertje. Ja. Nou, ik vind het wel leuk. Fascinerend, hè? Ja, dat is een leuk ding. Koffertje vind ik wel leuk. Ja, dat snap ik, ik ook. Oké, het bedrag. Dat u met Pasen krijgt. Ik geloof het nog niet, hoor. Ik geloof het zelf ook bijna niet. Maar het is toch echt waar? 7, toen was ik klein. Wat zegt u? 2, 7. U denkt 2, 7. Ja. 3 en dan. Oh. 3, 7. Dan haak ik het niet meer uit. Ja. En 8. Koos. 377. Wat is hier los? €377.000, ja. Meneer ten Kate. Ja. Dit is toch ongelooflijk? Nee, voor mij wel, ja. Dit is niet te begrijpen. Je hebt nog nooit wat gewonnen. Nee, nou, en dan meteen dit. Mag ik u een kus geven? Dan wel 3. Ja. Nou, ja, dankjewel, lieve Linda. En ik hou ook mijn koffertje goed vast. Dat begrijp je wel, met zo'n bedrag erin. Ik denk dat Winston trouwens wel een beetje jaloers is dat hij hier nu niet is. En ja, sorry Winston. Ik mag hem nu een keer uitreiken. En dan dit bedrag. Maar er zijn nog veel mensen die in de prijs vallen. Waaronder het lotnummer dat nu in beeld verschijnt. Degene die dat nummer heeft, wint een BMW en woont in Amsterdam. Gefeliciteerd. En zo zijn er nog duizenden prijzen die we vanavond weggeven. Alle postcodes komen nu onder in beeld voor mij voorbij. Althans, alle. Dat kan natuurlijk niet. Dus als u straks naar de uitzending eventjes naar de site gaat, miljoenenjacht.nl, kunt u checken of uw postcode ertussen staat. Ik ga wat zachter praten, want ik sta nu bij het huis. En ik wil er ook nog even op attenderen dat u ook eventueel nog mee kan spelen in de studio. Op de site staat namelijk precies wat u moet doen. En dan staat u misschien ook wel naast Linda. En tot slot, die bingo kaarten, speelt u nog niet mee. U kunt er alles over lezen.